5, 4, 3, 2, 1. Welkom bij Verade. Vandaag een hele kleine workout, 5 minuten bilspieren trainen. We hebben hiervoor een gewichtsbal nodig of enkel gewichten of een halter. We gaan de bal in de knieholte brengen. Kom op handen en knieën. Breng de bal in de knieholte. Houd de bal met de bovenbeen, onderbeen vast. Voet flex. Kom op de ellebogen. Laten we starten. 20 maal hef. Ja. 1. 2. Been hef en terug. 1. 2. 3. 4. 5. Een kleine 5 minuten workout. Billen trainen. Negen en 10. Nog laatste 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. En blijf. We gaan kleine bewegingen maken voor de bilspieren goed te trainen. Kleine bewegingen naar boven, op en neer. Afwisselend op en neer, kleine bewegingen. 30 tellen, 30 maal. 10, 1, 2, 3, 4, 5. 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Volgende oefening is 4 tellen. Op, tel 1, kruis over het andere been, tel 2, op, tel 3 en neer, tel 4. Ja, 20 maal, we starten. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 en 10. Goed de bal vasthouden in de knieholte met onderbeen en bovenbeen. Voet gebogen, tenen naar de scheen. En nog 5. 4, 3, 2 en 1 en rust. Neem de bal uit de knieholte. Breng het zitvlak naar de hielen en strek rust uit. Andere been, bal of gewicht in de linkerknieholte. Houd de bal en het gewicht met onderbeen en bovenbeen vast. Voet flex, tenen naar de scheen. Op de onderarm leunen. Laten we starten. We heffen de bal op en neer. Op en neer. Op tempo, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nog 10, 9, 8, 7, 6,
En we blijven omhoog. En we maken kleine bewegingen. We veren het been op en neer. 30 keren, 30 tellen. Tien. Twintig. Dertig. Laatste oefening. Breng de bal goed in de knieholte. Vier tellen. Op, tel één. Kruis over het andere been. 2. Op, tel 3. En neer, tel 4. Gaan we even samen doen. 1. Kruis over 2. Op en neer. Laten we starten 20 maal. 1. 2. Tenen naar de scheen. 5, 9, laatste 10, 10, 9, volhouden, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, en 1, en los. Zit vlak naar de hielen. Een heel korte workout. Kom op handen en kniehouding en kom in kleermakerszit. Linkerbeen voor rechterbeen. Buig voorwaarts. Billen rekken. Een goede oefening. We hebben onderbeen en bovenbeen in een hoek moeten houden. We hebben de bal moeten vasthouden, het gewicht moeten vasthouden. 2 in 1. En wissel van kant. Houd de rug recht. Hoofd in het verlengde van de ruggengraat. Zo, dit was het wat mij betreft. Hopelijk vonden jullie een korte maar heel leuke workout. Tot de volgende. Dag.